Kijkers, luisteraars, Studio Bloedsport. Thomas heeft me zo ver gekregen om dit weer even te gaan doen. Dus ik doe dit niet alleen. Ik ben jullie host, Feti. En Thomas, welkom weer, jongen. Het is weer een tijdje geleden, hè? Maar het is, uh, hey, het is goed dat we bij elkaar zo spreken hierop, man. Het is weer goed dat we elkaar spreken, want, uh... hè? Ja, want... Uh... Ja. Wel tof hè, want je allemaal stuurde. Ik denk ik van ja. Oude podcast terug luisteren en zo weet je. Ik denk, feit uh, toch. Heb je je hebt er weer zin in. Dus heb je hebt mij ook weer een beetje gemotiveerd. Dus, ja, precies toch. Dat jongen. Huh? Zit je weer ik in een schelkelder trouwens? dus het helpt al. Huh? <laughs> zit je in een schelkelder? Ja, ja zit ik zit in een schelkelder. Ja, ja. Ja, op zolder bedoel klopt, ik ja, ja, ja Maar zijn... jij vindt het erop lijken, dus dan is dat prima. <laughs> We zijn weer even terug. We zijn live op Twitter dit keer, man, Thomas. Dat je alles, uh, gaat alles goed daarop? Ja, ik weet niet, joh, ik, ik zou even moeten checken, maar ik zie hier uh, aan, mijn, aan mijn zijde, als ik uh, draai aan de knop ook, hè, executive, executive producer ook van Bloodsport, dat weet je. <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. <laughs> maar ja, alles lijkt goed te gaan, man. Alles lijkt goed te gaan, dus we gaan er weer een showtje van maken. Ik nee, ja. niet op uit te weiden waarom we een tijdje afwezig waren. Soms hebben we een andere prioriteiten in het leven, weet je. We gaan dit ook uh, voortaan niet meer wekelijks doen of zo, weet je. Andere prioriteiten. Maar wanneer het gewoon. Uh, wanneer we voor Gaan we lekker een lekkere episode doen. Dit keer was het er wel waard. Ook bedankt voor jouw bericht trouwens, man bro. Ik krijg ook van andere mensen berichten van... Nee, zonde dat je bent gestopt. Niet zozeer gestopt. Hè. Even andere prioriteiten. Focus op andere dingen. Maar uh, we blijven de sport sowieso uiteraard volgen. En we... we ons, uh, zeg je te doen, denk ik ook even, man. Even weer even... Uh... Draads doen, <laughs> toch? Ja, dat is waar. Even oh. gek doen, maar uh... ja, dan beginnen we natuurlijk bij UFC 283 man van afgelopen weekend weer terug in Brazilië, Thomas. Met het main event ja. Jamal heel tegen. Oh, ik geloof het Texera. Wat heb ik respect voor die gozer? Zeg ik, zeg het je wel heel eerlijk, man. Wauw, echt een legend. Ja, toch? Echt een legend. Is echt een ja, legend, maar ik, zeg je, ik zeg je heel eerlijk. Um... Ik weet niet hoe jij het vond, maar ik, ik, ik vond de crowd en de atmosfeer daar daarbinnen echt, echt tegenvallen. Zo goed dat je dat vond. Je echt dat heel erg tegenvallen. En weet je waar me dat al opviel trouwens? Ik, ik, ja, ik heb het dan niet meer het voornemen of zo om al die dingen live te, uh, allemaal te bekijken of zo, maar die avond liep weer zo dat ik weer gewoon het begin checkte. Maar ik dacht, het heeft te maken met die early prelims, weet je? Mm -hmm. Uh, maar ik zag daar, dingen ding is wel louter dan Renato Meikano. Hij was daar vanaf de eerste partij, man, stond hij daar gewoon. Maar dat denk ik ook, als ik een kaartje koop, ben ik er vanaf de eerste scrap bij, man. Maar het liep ook niet vol, joh. En ik begreep uiteindelijk nee, dat nee, dat nee. te maken had met de prijzen die ze daar hanteerden in Brazilië. Dat het dus voor de normale Braziliaan, uh, ja, ja, weet je, best duur was. En uh, ja, ik weet ook niet hoe de politieke omstandigheden uh, of die daar iets mee te maken hebben. Er is natuurlijk veel onrust ook in Brazilië, weet je, na die uh, presidentverkiezingen. Mm -hmm. En uh, president uh, Bonassaro, die trouwens, die oude president, weet je waar hij na, hij was toch gevlucht naar Amerika? Naar Florida? Volgens mij, ja, zoiets, ja. Volgens mij naar Florida ofzo. Ja, volgens, volgens, ja. Nee, ja, volgens, volgens mij was het dan weer de oud-president Lula of een van die oude presidenten had, ik weet niet meer hoe dat ging, maar die uh, Bonasaro. Maar hij, weet je bij wie die onderdak kreeg? In welk huis in Florida? McGregor. Nee. <laughs> I don't want Je chips aan het eten, hè? <laughs> nee hoor. Van koekjes uh, aan het eten. Oh, lekker man. lekker Wel koekjes. Mm, de naam erop is weg, maar het zijn van die koekjes gewoon onderhand koek. En aan de bovenkant is gewoon lekker chocola. Nou ja, het is wel een Nou, ook wel van, ja, af en toe mag dat wel. Het zijn geen babykoekjes. Ja. Wat zei je nou? Babykoekjes? Ja, zoiets. Uh, schaamtje gooien. Ja, babykoekjes. Zeg, wat koekjes, <laughs> ja. <laughs> nee joh, wat wil ik zeggen? Van uh, huis van José Aldo op oh, serieus ja 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 en dat huis is trouwens dat kan je zien op internet dat huis is gek JLC heeft dus ja, allemaal dat van mag zich mag ook wel <laughs> nee nee maar in die zin van ik dacht eerst dat het een huis was dat hij verhuurde maar ik, dat huis werd dus uh, dat kan je zien op YouTube want het was dus een makelaar die dat huis zeg maar aanbood om te verhuren dus een vrouw en toen dacht ik van laat me even checken maar dat is dus ook helemaal ingericht met zijn portretten en zo en ook een hele game room oh, ja. ook een hele room zeg maar wat jij een keer doorstuurde. om dan UFC of vechtpartijen te kijken zeg maar weet je hele setting met allemaal ja, Dimlicht en dat soort dingen. Het hele feit, man. Dus uh, dat was wel gek. Maar dat vond ik wel gek, man. Dus vrijrechtse president ook, weet je. Dus, uh... Maar ja, los van de politiek. Uh, terug in Brazilië. Ik geloof Texera Jamal Hill voor het lichtgewicht-titel. Uh, wat een beetje vreemd is gelopen, hè? vorige maand natuurlijk, als ik me niet vergis. Ja. Was dat nou in december? Blakkowicz tegen Ankalaev. Een Trouw, die had ja, oh ja. An An Kaleif had die gewoon om 3-2 uh, in rondes gewoon moeten winnen. wel die echt met die Ik en zo bijna niet meer kon lopen. Hè? Met die inside lek. Vond... Nee, dat is waar. Maar het was echt. Het was Blakowicz' job om dat af te maken. En dat deed hij niet. En Ankelayev was gewoon nog. Ja, die switchte heel stijl. Klopt. Gewoon echt. Uh, ging naar gewoon takedowns en dan naar de ground up aan. Dus dat uh, hij had gewoon moeten winnen. Ja, maar Goeie daar, aanpassingen. Nou, ja. Ja, ja, ja. Ja. Uiteindelijk zet hij ook niet door. Hij had wat overtuigender moeten mm -hmm. zijn. Daardoor. Uh, dat was ook interessant qua context, man, Thomas. Want ik geloof dat Texera, die had die partij kunnen krijgen hè? tegen ja, Ankalayev Of als ik me niet vergis, tegen Ankalayev Ja, maar hij heeft toen geweigerd omdat hij zei: Van ja, dat is een uh, ja, weet je, dat is iemand voor wie ik moet trainen. En uh, weet je, dat is, wil ik me goed op voorbereiden. Dus dat liep hij toen mis. En dat had toen wel eens een moment kunnen zijn dat hij geen titelgevecht meer had kunnen krijgen. Maar dan zie je dan hoe het nu loopt, zeg maar. Weet je, dus. Uh, uh, wat moet ik zeggen? Omdat uh, Dingen natuurlijk Jiri zijn uh, titel heeft opgegeven, heeft hij nu wel de kans. Mm -hmm. En hij stond, uh, Jamal Hill stond eerder gepland uh, in maart tegen Anthony Smith, dat wist je? Ja, ze uh, hebben nou, hem dus. Ze uh, trainen elkaar uh, met elkaar voor dit gevecht. Wat zei je? Texera met getraind. Anthony Smith. Nee, anders Anthony Smith met Jamal Hill hebben samen getraind. Voor dit gevecht tegen Texera, oké, okay, interesting ja, man. Interesting. Ja, ja, ja. Misschien als we weer tegen elkaar komen, weten ze er ja, we genoeg van elkaar af. <laughs> alhoewel ze niet alles zullen laten zien, waarschijnlijk. Maar, uh, ja, dus is dit man. is een opportunity, weet je? En uh, uh, yeah, die partij, man, ik moet je eerlijk zeggen, man. Ik, vond, ik was echt onder de indruk van Jamal Hill, man. Ik was echt onder ja, de man. indruk van Jamal Hill, zeg maar. Als je dit is, was echt een level-up. Texera, natuurlijk, een championship fighter. Dat weten we, voormalig kampioen. Had twee mm -hmm. keer uh, kampioen kunnen worden. In de divisie, maar uh, two times champ, maar uh, ja, de toughness ook van Glover, weet je. En ook in die mm -hmm. zin van dat ze het over hadden dat het natuurlijk na, van de vierde naar de vijfde ronde eventueel, dat was ook de discussie of het gestopt had ja. kunnen worden, daar wil ik ook wel je mening ja. over weten. Maar uh, ik vond vooral, ja, wat moet je zeggen, weet je. Je zag in het begin wel dat Jamal heel, als hij op boxingrange kwam, dat uh, Glover Texera wel aardig mee kon, zeg maar. Maar toen hij die, die, uh, ja. die, die bodykicks uh, ging introduceren. Ja, daar, uh, daar deed die Texera uh, goed pijn mee, zeg maar. Ook gewoon zijn movement, man. Achterwaarts, af, uh, af en toe vechten we met een goede laterale movement, waardoor hij niet gecatcht werd. Af en toe wel werd hij gecatched door uh, Texera, want uh, zijn rechteroog, hè. Die had hij volgens mij uh, ja. aan een sneetje, door die, door die hoek. diepe, 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 diepe snee, snee, ja. Inderdaad. ja. Maar uh, hoe geduldig hij ook bleef, was ik ook van onder de indruk. Hoe die headkicks die landen bij Texera, hoe die daar bleven staan, is me nog steeds een raadsel, man. Dat is echt absurd, man. En dat combineerde hij ook goed, weet je, door hem uh, een beetje te conditioneren. Hè? Naar het lichaam, naar het lichaam, naar het hoofd, naar het hoofd, naar het hoofd, naar het hoofd dan naar het lichaam. En uh, daarna pakt hij gewoon de unanieme, unanieme winst uh, terecht ook, weet je. Kan je het over Judge's Quartercard hebben, 10, 18, 7 rondes. Maar weet je, laten we daar niet te veel uh, bij stilstaan. We kennen inmiddels de situatie waar we ook ja. hebben ook gezien bij bij uh, Pimble tegen Jordan met onze Judge uh, Douglas Cosby. Die... Hele rare... Die was weer lekker bezig. He? Ja, die had een, dat was, die was echt weer uh, bezig, ja. een hele rare beslissing dat weekend, man. Dan had hij ook een partij, uh, trouwens was ook datzelfde partij was toen op Bellator, hè? Had hij toen een partij mm. tussen Danny Sabatello en Ruf, uh, Ruf, Rufian Stads, heet hij geloof ik. Die scoorde die 5-0 in rondes voor Sabatello, terwijl al die andere judges gewoon naar Stads gaven. Maar ik weet niet wat die jongen had gerookt, maar iets heel goeds. Maar uh, voor de rest, ja, weet je, uh, moet, zou de partij gestopt moeten worden, Thomas, vierde, vijfde ronde. Wat maakte jij van die partij, man? Ik weet in ieder geval wel dat Jamal heel. Ja, uh, ja weet je, hij heeft af en toe wel wat. Uh, weet toch, wat defenses, die wat lekking. Ik vind hem af en toe wat met te veel met zijn kin omhoog en dat soort dingen. Uh, maar wel heel geduldig, heel slim. Ging ook niet uh, vol voor de finish, omdat hij zag dat uh, het Xera gewoon durable was. Mm -hmm. Maar ik ben van bijna onder de indruk. Goede partij, hoewel ja. je wel ziet bij Texteren dat hij wel wat ouder was. Trage reacties ja. af en toe, weet je. Stotenwisselingen ook. Maar dat viel mij ook op. Ik denk echt dat zijn laatste, echt, uh, ja, hoe moet ik goed zeggen? Zijn laatste goede performance, uh, wat hij in zich had, was tegen uh, ProHaska. En ik denk dat dat gevecht ook gewoon veel uit hem heeft uh, uh, gehaald. Zeg maar. Want hij staat tegen een jonge gast, weet je, die zo wild, zo hard gooit. En... ...dan Toch nog, weet je, zo goed terugvechten dat je in de laatste wordt gefinisht. En dat ja, dat ik. En op zo'n leeftijd, weet je wel, dat is dan nog wel echt. Uh, ja, wel lastig. Maar uh, ja, nee, ik vond het gevecht uh, persoonlijk. Ja, ik, toen het werd geannounced... was ik er niet echt fan van. Ik denk dat meerdere mensen dachten van. Ja, weet je, het is niet fantastisch, maar ja, wat moeten we anders? Weet je wel, weer een. Uh, de titel nog steeds vervekend, zeg maar. Maar uh, ja, ik, ik zeg heel eerlijk... ik dacht echt dat ik Loffer dat eens zou pakken, maar mijn. Opinion veranderen een beetje in Fight Week toen ik zag uh, hoe intens de sterdang was voor Jamal Hill. En hoe, hij, hoe graag hij het wou, zeg maar. Want hij is nu volgens mij de eerste, we zeg tegen White's White Contenders-winner. Uh, die ook nu een UFC-kampioen uh, is. Dus dat is ook wel uh, gaaf om te zien. En ja, ik bedoel, hij heeft het gewonnen. Uh, gewoon eerlijk gewonnen. En Clover uh, ja, zijn toughness was... Dat zei hij zelf ook achteraf van... Uh, ik ben, uh, weet je te taf voor, voor mijn eigen best, wel, tough zeg voor maar. Te voor mijn ja, ja. own good, ja yeah, man. Ja, precies. En uh, ja, je zag het aan die snee. en Ik zeg je eerlijk, ik had niet het gevoel dat het gestopt moest worden. Het kon gestopt worden. Maar ik denk, ja, laatste ronde. Deze gast staat bekend. Een Beetje net zoals uh, Charles uh, de Bronx. Weet je als de comeback king. Weet je wel dat hij eerst een uh, paar keer goed wordt geraakt. En dan dat hij zelf terugkomt. Maar uh, nee, het zat er niet in voor dit keer. En uh, ja, het was, wel, het was ook zon om te zien, vooral het publiek. Ik was er echt. Uh, <laughs> ja, echt de lucht in dat gewoon het publiek al eruit liep voordat hij zijn octagon-interview uh, had. Weet je wel, dat dat laat zien. Uh, ja, ik werd er echt pist om. Weet je, uh, die Braziliaanse fans tussen haakjes, weet je wel, dat, uh, daar heb ik echt niks mee. Ze dus moeten dat gewoon niet meer doen. Als uh, Grover Teixeira in uh, ja, Los Angeles, Las Vegas had gevolgd, uh, was het stadion nog vol voordat ze uh, voor uh, interview. Klopt. maar uh, ja, nee, het is uh, een, een goede keuze uh, goed dat hij het zelf zegt, hij zei het ook helder ik heb niet het gevoel dat hij echt uh, denkt van over oh, een paar maanden ik wil ik weer terug weet je wel. ik denk echt dat hij zegt, ik ga nu full focussen op uh, Alex Pereira te coachen en uh, andere vechters en gewoon van de sport genieten als kijker maar uh, nee, ik, ben, ik ben ook echt heel erg blij voor Jamal Hill en uh, ja, de eventuele matchups uh, tussen uh, of Jiri of uh, Pereira uh, en dat, uh, nou ja, ik ben, ik ben benieuwd wat er gaat komen voor uh, Jamal... Maar in ieder geval, hij, is, uh, hij heeft een goed begin van het jaar zo. Dat, uh, ja, dat is sowieso. Daar komen we, daar komen we, dat komen we zo op terug. Om in te gaan op die vierde naar vijfde ronde toe. Uh, ik vond, kijk, zeg maar, weet je, houdt veel damage. Maar uh, ook met het oog waarschijnlijk dat ze wisten dat het zijn laatste partij was. Dus ook van, weet je, het ja. is de non-verbale communicatie van die vechter, weet je. En als je zag hoe de mentaal weerbaar Texera daar nog zat. Volgens mij dat hij ook nog riep, in, na, die, na, na het opstaan van de kruk naar de vijfde ronde toe, let's go. Ja, dat dan weet je dat daar de juiste keuze ja. is gemaakt om hem door te laten gaan. Weet je, ja. omdat hij, hij is daar nog, ondanks de damage, weet je, hij heeft de wilskracht nog en de mentale weerbaarheid om door te gaan. En dat zag, in, mij, in mijn beleving, zag Jamal heel dat ook. Waardoor hij dus zag van, hé, hey, this is a real dark hij is nog alive, dus ik moet gewoon rustig aandoen aan deze wedstrijd. Gewoon desnoods op punt te finishen. En, uh, en trouwens, dan was hij daar nog... Dichtbij, hè. in de vijfde ronde had hij volgens mij nog die full mout. Hij dat was heel dichtbij, bij, ja. En hij liet, ja, en hij liet, hij liet, hij liet los. Ik krijg ja. flashbacks, jongen, van die partijen. Van hoe hij terugkom terugkomt. En ik denk, hij gaat het gewoon weer doen. En ook weer, wat je zag bij Oesman, ook zeg, met uh, Leon Edwards, ook, goed, terwijl die ene aan het domineren is, dat die andere hem dan nog zo pakt. Ik denk, ik gende hem zo. Maar aan de andere kant had ik hmm. daar dubbel gevoel bij, omdat je ook natuurlijk heel zo'n performance neerzet. En dan gun je het hem ook, weet je. Dus, nou. uh, Goede performance. Heeft het over het publiek trouwens. Ook qua hoeveelheid. Maar die vijandigheid ook richting buitenlandse vechters. Ja. hè huh? Nee, dat was echt. Uh, Brandon Moreno kon hem nog omlachen toen er bier naar ja, hem gegooid is en nog... zo. Maar, maar het, het is was, echt. Het is, eigenlijk het is gewoon extreem. Lachen, ja. ja, want het is eigenlijk. Ja, nee, niet maar inderdaad te... inderdaad Kobe Covington. hij moest er om lachen. Ja. Hij want... moest je nog om lachen. En Colby Covington, inderdaad. Nee, ook. die en, maakte en, een opmerking over wat je niet kan maken. Maar. Ik wist niet, zeg maar. Ik was me, het was me even ontgaan hoe het Braziliaanse publiek is, zeg maar. Maar weet je, je, je komt daar wel. Uh, weet je, je moet daar wel echt oppassen wat je doet, man. Anders moet je gewoon met de hele politie-escort weggevoerd worden, man. Dat is echt ja, een ja, dingetje, precies. hoor. Dus uh, dat was ook wel een dingetje. Maar en glover uh, ik ik niet of je dat, Ik weet niet of je dat had gezien. Maar de volgende dag, of uh, misschien uh, de, dag, uh, ja, de dag na het gevecht, was ze allemaal heel op het strand. Met zijn belt in Brazilië. En hij was nog een beetje weet je, aan het nagenieten voordat hij terug naar huis ging. En toen kwamen er uh, fans uh, naar hem toe. En die, uh, weet je, die, schud, die, die schudden wel zijn hand. En die zeiden van goed gedaan. En uh, dat soort dingen. Dus dat was leuk om te zien in contrast met wat je in het stadion zag. Maar dan heb je het over het volk. Maar ja. dan heb je het over het volk versus het MMA-publiek. Uh, maar mm. dat is wel een, een dingetje man. Ik vond dat echt uh, raar om te zien. En tof ja. ook van Texera dat hij toen... Uh, toen, uh, toen hij werd uitgevloot, man dat hij zei van, nee hey, toon dus mijn uh, respect, zeg maar, weet je. Ja. Want uh, ik vind dat, uh, weet je, die mensen zetten daar hun leven, weet je, hun lichaam op het spel, man. Uh, ook al ben je voor de ene minimale wat je kan tonen, dus gewoon één uh, respect. Of iemand moet het echt een bond maken waardoor hij gewoon wat verdient, zeg maar, weet je. Maar uh, deze beide heren verdienen het, man. En je had het al erover, weet je, vooruitkijken, nu ook, wat is next. Want er was wat kritiek ook, hè, over, ja, hoezo is Jamal heel, zeg maar, nu degene die er voor de titel vecht. ...snapte jij die kritiek? Mm -hmm. Ja, nee, ja, wat ik al eerder zei... Ik, 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 ...ik snapte het... ...alleen ik had wel zo'n gevoel van... ...ja, er moet wel wat gemaakt worden... ...nadat natuurlijk die grote fuck-up van... Ankelajev en Blakowicz... ...waar Blakowicz ook een gentleman in was trouwens... ...na het gevecht... ...van waar hij zei van... ...hé, hey, laat Makomet, uh, Makomet, weet je... hij de ...maar... Uh, precies, dat ook nog... ...ja, dus ik ik, 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 ik... ...ik snapte... ...ik snapte het beide... ...maar ik, ik, had, ik had toch wel het gevoel van... ...weet je... Laat maar joh, weet je, laat ze gewoon vechten, dan zien we het wel. En dan wat ik toen dacht, ah, dan is Texera weer kampioen, dan is het zeg maar weer goed, weet je wel. En dan uh, een rematch tegen Jerry of tegen Blakowicz of uh, uh, maakt niet uit. Maar uh, ja, nou ja, nu is Jamal kampioen en ja, rechtvaardig bedoel ik. Ik begreep het kritiek niet, ja. want ik zat naar die ranking te kijken. Jerry ja, uh, was natuurlijk een kampioen, daarna had je Glover, ja, Ankali heeft die even onlangs gevochten. Dus ja, zo snel komt hij niet meer aan de bak. Daarna had je dus Blakowicz in de ranking. Uh, ja, die heeft dus onlangs verloren. het lijkt me ook niet echt terecht. Daarna Rakic. Maar ja, die vorig jaar echt met het been incident tegen, tegen Anthony Smith natuurlijk. En... Rakic was tegen Blakowicz ook. Oh nee, was tegen Blakowicz. Ja, met het been incident. Ja. Correct, sorry hoor. Sorry, ik ben te lang uit geweest. Nee, maar daarna, daarna had je het dus na Anthony meer. Smith had je Jamal Hill. En Anthony Smith ja. stond natuurlijk gepland tegen, tegen Jamal Hill. Maar ja, hij is toen terug, ja. teruggetrokken. En ja, Anthony Smith... Die, die komt van de laatste partij, was een last, zeg maar, weet je. En John Mohill, wat mm -hmm. jij zei, het is een contender-serie, Guy, contender-serie 21. En hij, die jongen, dat is een knockout artist, hè. Weet je, hiervoor mm -hmm. Thiago Silva, uh, Thiago Silva, Thiago Santos, daarvoor Johnny Walker, Jimmy Crute, Paul K dat is wel interessant, Paul Kwerk, die ook op de ka kaart stond. Uh, daar verloor hij dus van, met, dat was toen met die armen toch, met hem. Met die armklem, mm -hmm. zeg maar, dat hij niet wou tappen ook, dat zijn arm brak. Hè? Okay, uh, herinner je die partij nog? Ja, 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 ja. Dat, dus, was, uh, dat was, ja, was gewoon ja, <laughs> maar maar, het was, uh, maar he got ja. catch, zeg maar, daar. Dat is een partij die normaal gesproken, die wint hij gewoon daarna tegen OSP, punches tegen Abrau was, zeg maar, overturned, omdat hij met de wietroken was gepakt. Maar dat was ook een, een finish. Dus, ja, weet je, naar mijn beleving heeft hij het gewoon verdiend. Contender Serie, guy. Dus daar kunnen ze ook mee pronken. De eerste zoals je al terecht ja. aangaf. En wat's next, ja. We eens kijken wat Jiri gaat doen, weet je. En persoonlijk, denk ik, next in line. Om, omdat hij de titel al eigenlijk had moeten winnen, is voor mij is je Ja. Je moet nu gewoon Jamal heel ja, Ankeleier maken. Dat, dat wat je nu zegt een hele goede is, want we weten natuurlijk niet. Kijk, Jiri is natuurlijk een beetje gek, dus daar hij zegt <laughs> ja, ik kan volgende maand gekken Terwijl Ze zegt: nee, laat je arm nou rusten, jongen, weet je wel? Klopt. Laat het nog even helen. Klopt. Um, maar nee, kijk, laten we heel eerlijk zeggen, inderdaad, Magomed verdient het uh, en Jiri verdient het, omdat ja. hij ook toch wel heel. Het was heel. Uh, ja, heel, heel uh, ja, zeg je, eerbiedig of, hoe zeg je dat, uh, honorable, omdat te, te V-keten in eerste instantie zegt: Weet je, dit duurt te lang. Weet je wat een Gano had kunnen doen, maar niet deed. Um, om gewoon de titel op te geven en dan te zeggen: van uh, wanneer ik weer oké okay ben, kan ik weer vechten. Um, maar uh, ja, nee, inderdaad, Ankelayev of Jiri uh, uh, misschien. Of uh, natuurlijk Pereira, maar die slaat ze allemaal nog uit. Dus dat, <laughs> dat maakt helemaal niet uit. Daar komen ze um, dus uh, ja, nee, het is inderdaad... Ik zou dat een mooie vinden. Ik weet alleen niet uh, wanneer ze dat zouden kunnen doen. Ik weet niet, volgens mij is uh, nee, ja. uh, natuurlijk Februari heb je Islam en Alex. Dus ja, misschien zomer of zo, weet ik niet. Ja, is Islam... Ah, ja, daar komen we zo op. Die is toch niet uh, februari, maar daar komen ze op. Maar ik denk dat die, die is 11 tijdslijn... februari, toch? 11 februari ook? Ik dacht van wel, ja. Ja, dan checken we zo even. Maar wat ik, ik wil zeggen, zeggen is... En die tijdslijnen zijn te lang, man. Hij past de operatie, gehad volgens mij. Want ik denk persoonlijk, dat schaft hij laatst volgens mij ook aan, dat het ergens eindjaar wordt voor hem, voor Jiri in het laatste kwartaal. Mm -hmm. Maar dan denk ik van, dan moet Jamal heel sowieso nog een partij afwerken, weet je? We zitten nu in januari, dus ik denk dat hij ergens rond de zomer nog een partij doet. En dat Jiri ergens dan in november, december, een Jamal, uh, heel, als hij het, als die, als die het behoudt uh, en uh, Brussel vrij is, dat ze hem dan tegen, uh, tegenover elkaar zetten. Ik denk dat dat, dat gaat worden. Mm -hmm. En ja, jij dus komt net... 12 februari. 12 februari. Oké, okay, dus snel. Nou, dat is ja. UFC dan 284 of 85? Ja. 25, 284. 284 ook, check. Ja. En wat jij zegt, wat, wat kom je nou met je rare rarigheid, man? Met, uh, hoe heet die? Met Pereira. Want dat is dan weer dat hij voor die double Champ status wil gaan, toch? Dat is wat je bedoelt. Mm -hmm. Ja, maar weet je, weet je mijn, mijn persoonlijke mening, Thomas, is van, dat zie ik ook, nu ook als we die link leggen met Makachev tegen Volkanovski. Islam Makhachev heeft net zijn titel uh, gewonnen tegen Oliveira. De weekendtitel mm. was dat trouwens, omdat Oliveira daarvoor zijn gewicht niet had gehad. En die, dat is ook zo kwaad. Maar dan denk ik van: verdedig gewoon je titel eens een paar keer voordat je die divisie aan hold zet. Uh, stagneert. Uh, soms wel eens zelf in discrediet brengt. Wat je dus zag bij Dimitri Johnson al die divisie toen hij wegging. Omdat het dan niet attractief genoeg is. Uh, dus ik heb zoiets van: ja, gewoon je titel verdedigen, man. Uh, ik vind dat een beetje, dat zag je ook met McGregor. Met, uh, je, bent, je bent een fanboy, maar met alle respect, hij ook. Hij pakt de titel en dan gaat hij weg en dan krijg je al die stagnatie gebeuren. In de lichtgewicht-divisie ook. Ja, Kabib stopt dan, dus dan heb je ook: ik, ik wil ook graag zien dat mensen die kampioen worden, de titel winnen van een kampioen, weet je. Uh, mm -hmm. want anders allemaal die weken titels en dan krijg je ook weer dat gebeuren met die interim titels weer weet je en dat soort gedoe ik heb zoiets van blijf gewoon in je, in je divisie kijk als je 8, 9 uh, of 10, 14 win uh, title defense hebt tot Anderson Silva dat wat nu natuurlijk een stuk moeilijker is trouwens met al die skilled guys mm -hmm. Maar in ieder geval, als je aanzienlijke tijd in de defense hebt, kan je het hebben over uh, double champ status, man. Uh, weet je, geef die staan boys daar klaar om uh, voor de titel te vechten. En die ga je zomaar stagneren, weet je. Want interim titel, ja, is leuk. Zo sta ik er min of meer in, Thomas. Ik zie dat ook in boksen. Nee, want dat, We... uh, dat klopt helemaal, wat je zegt. Dat is echt heel. Want ze... Alleen, nee, ik, ufc kennende, is dat iets wat ik kan verwachten. Ik bedoel, weet je, wat, toen, toen Izzy tegen Blakkowicz volgt dat hadden ze letterlijk fotoshoots gedaan van Izzy al met twee riemen, omdat ze verwachtten dat hij zou winnen. Ja. Dus ik zie de UFC heel graag, wil wilt echt zo graag het, uh, de Conor McGregor era namaken van de hype van een dubbel champ, weet Klopt. je wel. Dat ze nu alles pro proberen, dus daarom vind ik het niet gek als ze zeggen, weet je, het is een mooi verhaal. Want... Ja, echt, van het business perspectief. Van de mentor van Parera. ja. Zeker, zeker, dat is gewoon de, de business, daar zit ja. het geld toe. Maar ik bedoel van, ik heb dan zoiets van, vanuit die, ik bekijk het vanuit die puristen, weet je, en is, als Izzy die had gewonnen... Dan had hij beide riemen. En wie welke gaat hij dan verdedigen? En dan zet je dan gewoon een divisie anderhalf jaar. Weet je, ruim een jaar zet je dan op slot. Ja. ja, weet je. Nee, man. Dan moet je gewoon V-keten. En aangeven van ja, ik ga maar. Dan heb je weer niet die double champ status En dat is natuurlijk wat ze najagen. Weet je. Dus zo stak Dat vind ik heel Dat leuk. Weet je wat die, die c die gaf wel de ene riem op. Zeg maar. Nou, ja, nou, eigenlijk een soort van zijn riem. Precies. Maar die ging gewoon fulltime heavyweight. Dan ga je fulltime naar ja. heavyweight. Klaar. Weet je. Dan ben je ook gewoon voor mij. Ben je dan ook gewoon double champ. Hè? Het simulti, ja. is een multi dat maakt me helemaal niet uit. Dan ben je gewoon gewoon double champ. En je bent ook, zeg maar, fair in die zin, waardoor je de andere divisie niet ophoudt en andere mensen de kans geeft om hun droom na te jagen. Simpel. Ja. En die wil ik ook gewoon ja. zien, weet je. Mensen wachten veel te lang op de ja. titelpartijen. Uh, ja, ook Glover Texera, was dus Ja, duidelijk. Mocht hij gewoon een uh, goed pensioen hebben, man, hopelijk heeft hij wat opgebouwd. Coach wordt hij natuurlijk, ja. blijft van, hij uh, van Pereira. Dus we blijven hem zien. Maar uh, geniale gast. En op 43-jarige leeftijd ook, dat vind ik ook wel iets om mee te geven. Het zijn um, performances. Mensen zijn natuurlijk heel erg onder de indruk van hoe hij zeg maar, op die leeftijd nog meekomt. En daar heeft hij één keer commentaar op gegeven hè, bij uh, Ariel Juani, geloof ik. Heb je dat gehoord ook, wat hij daarover zei? Nee, niet. Nee. Hij leeft best wel afgezonderd, zeg maar. Weet je, op een soort van boerderijtje-achtig iets in uh, Brazilië. En hij zei ook uh, in de tijd dat hij. Uh, zat, ja, deed hij MMA gewoon toen hij niet op C zat. Had hij gewoon een tijd dat hij gewoon ja, structureel wekelijks gewoon, ja, flessen whiskies achterover. Uh, achterover gooide en hij zei dat er een moment kwam dat hij dat gewoon helemaal heeft aangepast dat hij op zijn voeding is gaan letten alcohol helemaal eruit heeft gehaald dus ook niet meer drinkt en dat hij heeft gezien dat dat gewoon een stuk beter is voor zijn rust voor zijn herstel en uiteindelijk heeft dat zich ook doorvertaald naar zijn performance man dus uh, daar zie je ook wat het kan doen en dan bedoel ik niet mee ja weet je dat natuurlijk je, kan je van het leven genieten maar ik denk als je op dat niveau van deze sport zeg maar wil acteren dan moet je echt heel veel daarvoor opgeven, weet je. Dat is niet alleen maar dingen doen, niet meer kunnen doen die normale mensen doen. Maar dat is ook echt je dieet. En ook vooral dat, of het nou uh, alcohol is of um, dat soort gekkigheid. Dat moet je echt allemaal parkeren. Maar tot een tijd zeg maar dat je je leven niet meer op het spel zet. Anders is het een real dangerous game, man. Maar uh, dat vond ik dus wel tof dat hij dat aangaf. En dat het ook weer uh, uh, ja, blijkt, weet je, naar zijn performances. Want ja, die jongen gaat nog mee met gasten die één, ja, twee generaties achter hem staan, weet je. Dus uh, dat is mooi om te zien, man. Maar uh, het is geen Mackie, Thomas. Nee, uh... Maar uh, hey, er is wel <laughs> iets anders gaafs gebeurd, hè? Wat? Hé, hey, Brandon Moreno. Heeft Zo, dus, uh, bro. Hè? Geweldig, man. Geweldig. Lekker, man. Wat maakt hij de van? Gewoon totaal, totaal anders. Brandon Moreno. Ik, ik denk dat we dat beide wel uh, over eens kunnen zijn. Dat hij in het derde gevecht waar Figgy won uiteindelijk. Dat hij er te relaxed uitzag. Of dat hij er te... Ja, ik weet niet, ik weet niet of het echt uh, dat hij champ was uh, naar zijn hoofd is gestegen. Maar het was wel echt dat hij... Uh, je zag dat hij veel relaxter erin ging. Welke? De derde, een, de, ene, ja, dat, uh, de derde partij of deze? Ja, de derde partij van ja. de Brandon Moreno. Hij was toen maar, um, hij heel, 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 misschien te zelfverzekerd, hè? Dat is wat ja, je ja ja ja, 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 ja. En dat en zag je, je hoe hij keek gaat en hoe hij deed. De... De... En in dit gevecht was het meteen... Space, 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 was het de hele tijd, weet je wel. Ook in de scrambles was het heel snel. En uh, hij gaf uh, ja, uh, Figgy geen tijd om na te denken. En uh, dan gewoon zo'n keiharde hoek landen op je oogkast. Echt ja, van je knokkels, nee, dat niet is... je hand, wat achteraf ja, ja. Figgy dacht. Maar, maar... Dat, maar dat is heel sneaky. En ik vond het jammer dat de media daar niet op inging. Maar dat is echt shot placement, hè. Hoe je zag hoe hij die, die mm. stoot plaatste, bij met zijn duim, zeg maar. Aan de bovenkant, zeg maar, dat harde stuk. Waar ook niet echt heel veel uh, glove zit, hè. Dus dat is echt. Ik vond het echt een hele sneaky techniek. Hè? En het is ook. Ik, vind het echt, ik had ja. echt daar iets over gevraagd van of hij daar oh ja, voor heeft getraind. Iets van, dat was echt. Uh, dat is echt een goede stoot. Je moet hem goed landen trouwens. Want als je hem niet goed landt, kan je zelf trouwens ook bezeren hoor. Vermoeding. Want die hebt het dan met bokshandschoenen. Maar dat was echt ja. een uh, ja, één stoot, weet je, die, die heel de wedstrijd uiteindelijk heeft bepaald. Klopt? Ja. Ja. En dat uh, nee, en ik was heel blij voor hem. Uh, omdat Zeker. hij dan nu eindelijk... Uh, ja, ik ben benieuwd wat er nu met de rest van de divisie gaat gebeuren. Hij gaat nu, uh, Figgy gaat nu naar uh, Bantamweight. Uh, wat er daar nu gaat gebeuren, of het El Jermaine tegen Cejudo uh, is... of uh, Sugar Sean tegen ja, uh, Sandhagen of zo, weet ik niet. Dus ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat zijn power uh, in zijn punches hem wel daar nog kan carryen... maar het zijn wel weer toch wel een stuk grotere gasten weet je, die daar... Uh, in bantamweight vechten, vergeleken met Viggy uh, en zo, zijn het toch nog best wel klein. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd wat de toekomst uh, voor beide heren in, gaat uh, brengen. Ja, ja, je had alle weer zag door elkaar. Maar je uh, begon bij de ja? partij. Ja, het, is hey, trouwens het is ook voor mijn tijd idee. geleden dat we een podcast hebben gedaan. Hè? Ho dus hoe, is hoe, zo, uh... hoe noemden ze nou een vierde partij in het Engels? Waar maakten ze er nou van? Nee... We... Uh. Uh, ja, drie is een rubber match en dan vier is een quadrilogy. quadrilogy. Ja, dat was het, een quadrilogy. quadrilogy. Quad, maar nee, een rubber match trouwens is een partij waarbij, waarbij, de, waarbij ze gelijk staan. Hè? Dat leerde ik ook vorig oh, jaar. Dan okay. is de derde partij bepalend. Op het moment dat, het een, uh, dat, dat de 1 of twee partijen heeft gewonnen, is het geen rubber match, zeg maar. Dat was ook nieuw voor mij. Maar weet je hoe het in het Nederlands heet trouwens? Uh, de, de, de vier partijen? Nee, een serie van drie is een, een trilogie, maar een serie van vier? Ja. Geen flouidei. Tetralogie. Dit was de tetralogie. Tetra dus tetralogie. tetralogie. Ja, het is een serie okay. van vier delen. Maar er, wat wou ik hierover zeggen? Ik vond uh, Moreno. Ik, ik, was, uh, ik was echt verheugd om hem te zien, man Thomas. Weet je waarom? ik moest echt lachen, ik keek die partij en ik moest lachen, ik moest echt een tijdje lachen, zeker twee, drie minuten, waarom hij kwam hij zat toen in de Contender, nee Contender series, dat weet ik niet, de, de Ultimate Fighter daar is hij toen uh, heeft hij verloren ook van Pantoja, daar komen we zo nog op trouwens tegen wie die eventueel kan en daar uh, uh, daarna is hij uit de UFC gezet is hij naar LFE gegaan volgens mij kwam hij terug en hij maakte zijn debuut hadden ze hem tegen Askar Askarov gezet en ja, die dude was Dangerous, dat nog ongeslagen. Volgens mij één loss, niet tegen kijker of Frans. Maar ik vond dat hoe hij daar performde, het was uiteindelijk een draw. En ik zeg hem ik herkende hem niet meer, man. Hij was zo ontwikkeld toen al. Van het één mm. e op En hij was toen 5, 26, hij is nu nog maar 29 jaar, hè. Want hij ontwikkeld nog. En ik was toen zo van hem onder de indruk. En ik zei ook tegen hem: Dit is een future champ, man. En mensen lachten een beetje uit. Nee, man, hij was gegooid Dit is gewoon een uh, soort van gatekeeper, dit dat. Mm -hmm. Toen uh, zag ik hem al die performances neerzetten en uh, dan zie je hem nu dit doen, weet je, maar uh, los ook van de uh, omstandigheden met zijn coach, uh, James Kraus, dat heb je wel meegekregen toch, van die bedding uh, schandaal zeg maar, met zijn en pillen. Toevallig nog na die partij van Milne had ik daar nog over getweet meteen, hè? omdat dat dan meteen al uh, naar buiten kwam en dat ik dacht van oh jee, dit wordt echt een dingetje ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan en uh, ik hoorde hem ook bij Arieh Wani gewoon openlijk over zijn over zijn bedding, uh, uh, activiteiten praten over zijn gokactiviteiten en toen dacht ik ook van dat ze ook niet echt slim maar ja dus ondanks dat is die geswitcht naar Dallas trouwens hij traint nu Zij heeft zo heet hij geloof ik Die trainer van ook van Jovnion onder andere Fortis MMA in Dallas en je zag nu wel dat ze want hij heeft ook altijd zijn kin omhoog en zo hè die hand omlaag en ja, ze coach hij heeft, zei ook. heel cocky wel. Maar, ja, ja, en ze coach heel, zei ook. Hij zei ook, ja, die zei ook, ik wil dat niet zien. Want ik zeg ja, ik werd helemaal zenuwachtig als ik zijn kin omhoog zag. En hij, hij was echt in die Mexicaanse modus van ja, kom dan, zeg maar, kom dan, ik wil met ja, je dennen. Ja, ja. En dit keer had hij een hele tijd defense, wat je zag, weet je. Heel tijd guard had hij, kin omlaag. En wat hij gewoon een goed deed, is, dat zag je ook, weet je. Want ik dacht, al, waarom laat hij zich zo drukken? Maar ik vermoed dat hij dat, dat uiteindelijk gebruikt om uiteindelijk gewoon die, ja, die, power, die power takedown, of hoe je dat ook noemt, te doen, weet je. Dat hij ruimte heeft mm -hmm. om Figureero naar de grond te krijgen met die outside trips die hij ook vaak doet. Maar hij, ja, hij combineerde die takedowns natuurlijk wel gruwelijk met, met de strijking, zeg maar, weet je. Ja. Ik zit hier een beetje naar de statistieken te kijken. Hoeveel takedowns had hij hier van drie van de zes geslaagd? Ja, dat is knap, man. Alhoewel die paar keer ook nasty in die, uh, in die guillotine choke zat, hè. Ja, ja. Nee, kijk, vind natuurlijk ook, uh, ik bedoel, hij komt uit Brazilië. Hij weet wat hij doet op de grond ook, weet je wel. Dus het is uh, nog steeds gevaarlijk. Maar, ja, maar er uh, waren twee momenten volgens een, mij. De, dat ja. hij twee, twee keer zo'n attempt, zeg maar. Bij die, tweede, bij die eerste. Ja, zo geduldig ook weer. Precies wat jij zegt. Hij wist wat hij doet. Ik had ook niet het gevoel dat hij in gevaar was, weet je. Soms zie je dat ook aan die lichaamsreacties. Spastische neigingen hebben ze dan, zeg maar, weet je. Maar uh, ja, dat deed hij goed, man. En vooral op oh, het nee, nee, Ik vind ook zijn combinatie, man. Die slip. Naar links en dan die linker body shot en dan gelijk die right overhand eroverheen, man. Dat is echt uh, een goede boxing ook hoor, Moreno. Maar, uh, en, en ook tevens, weer hierop terug te komen. Devens voor Guerrero had dus al het voornemen om vooraf naar, uh, naar gewicht te gaan. Daarom was ik ook blij dat Moreno ja. had gewonnen, man. Want dan krijg je weer zo'n situatie. En dat is al zo'n divisie die ja. al heel kritisch werd bekeken. En dan heb je ook, daarom dacht ik al van, hé, hey, echt beter dat hij heeft gewonnen, man. Terechte winst. En dan had jij het erover. Wie is next dan voor Moreno? Huh? Ja, dat is een goede. Want ik zeg je heel eerlijk: ik ben niet zo goed. Ik ben niet zo bekend met de flyweight divisie. Ik uh, weet ook eigenlijk niet wie er nu uh, next in line zou zijn. Maar uh, wat ik voor, voor Moreno hoop is dat hij gewoon nog een. laat eens ik weet niet hoe lang tot hoe lang zijn uh, contract is. Maar dat hij gewoon uh, een paar goede. Gevechten nog heeft en een paar mooie finishes als kampioen. Dat hij dan, uh, ja, misschien, ja, uh, wat, wie hebben we? Brandon Royval of uh, ja, Pantoja, dat kan ook. Maar ik ben, ja, voor de rest heb ik niet echt een, echt een naam die er voor mij uitspringt, Ik weet niet hoe dat met jou uh, zit. Ja, maar dan moet je of toch uh, even herinneren, weet je? dat is ook wel in de media, die niet echt. Uh, maar het is toch duidelijk dat het Alex Pantoja moet zijn, denk ik dan. Het is, uh, je ja, hebt daar ja, één, ja. een verhaallijn. Hij verloor twee keer van hem al in de contende series. Uh, en tevens, ik weet niet of je dat uh, vergeten bent, zeg maar. Eric, hij, hij, stond al, hij had al voor de titel kunnen gaan, hè? Want ja. Dat was na zijn uh, partij tegen Brandon Roval, zeg maar, die die won. Reneke Choke. Maar daarna, hij, uh, door de injury. Was dat, dat was trouwens in uh, 2021. Door een, uh, een blessure volgens mij aan zijn knie. Kon die, kon die zeg maar geen plaats vinden, weet je. En uh, daarna won hij van uh, Alex Perez vorig jaar. Ook weer voor een crank was dat zeg maar. Ook weer performance of the night. Dat heeft hij ook wat de laatste twee partijen. Performance of the night en ook twee finishes. Dus hij is de next in lijn man, Alex Montoya. Je hebt daar een mooie verhaallijn. Uh, dus ik, ik zou Alex Montoya willen zien. Tenzij jij zegt, echt, uh, echt, echt iemand anders van wie jij vindt. Uh, Kijk naar Frans. Lijkt me niet. Nee, nee, nee. Kaipan ik, 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 Frans heeft er nu al twee keer gefinished. Dus dat is. Uh, maar inderdaad, een mooi verhaallijn. Uh, gewoon twee keer van een verloren nu kampioen, een tijdje verder. Ja, toch? Zet hun tegen elkaar. En dan. Uh, ja, nee, dat is een goeie, Dat is een hele goede. Ja. Dus ja. dan heb je ook weer ook, ook Braziliaan tegen Mexicaan weer, zeg maar, weet je. Dus uh, ik ja. denk dat je daar wel wat te pakken hebt. En vooropgesteld, hij verdient het, daar gaat het mee om. En dan heb je daarnaast een mooie verhaallijn. Waar het soms ook wel eens andersom is. Dat ze een mooie verhaallijn hebben en dat de vechter het niet verdient. Ja, daar ben ik niet zo van. Maar ja, ik zie voor de rest niet echt mensen, weet je. Man, nieuwe en zo, die zet nu wel goede performances neer. Maar ja, die moeten het nog wel verdienen. Dus ja, ik ja. zou zeggen, next voor hem, Davidson for Guerrero. Uh, uh, Alexander Pantoja, sorry. Ik wil overgaan ja. naar uh, Davidson for Guerrero, Figi. Want die gaan naar Bento, weet je. Ja, het, uh, maakt, hij moet zijn borst maar nat maken, hoor. Ik, want ik ben benieuwd, man. Ja, ik zeg je eerlijk. Ik zeg je dat is lastig, ik, 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 hoor. Bentum de visie is voor ik, mij persoonlijk, Thomas... Als ik gewoon hardop nadenk... Weet je, daar moet je ook even laten bezinken, weet je, goed over naam. Maar is dat, denk ik, met lichtgewicht divisie? De sterkste divisie die er is, man. Ben de divisie, man. Sorry, wat het ook was. Ja, ja nee, dat, dat kan. Ja, ik weet niet. Uh, kijk, ik ben persoonlijk heel erg fan van de middleweight divisie. Uh, nee, maar ik heb het, maar, dan, ik heb uh, het over aantal... Uh, aantal uh, dan hier doen we, zeg maar, skill assessment. Weet je weet toch, de skill. Maar het aantal, zeg maar... Een hoogwaardig of hoog high skilled fighters, zeg maar. Als je per mm -hmm. divisie kijkt, denk ik persoonlijk: ja, Licht- en bantamgewicht divisie Tuurlijk is de middengewicht-divisie in Maar je hebt lang genoeg niet zoveel goede vechters als in Licht- en bantamgewicht divisie Maar los van dat, wie, wie lijkt het interessant? Om, uh, Voor het... Figgy. Ja. God, ik vind dat een lastige man. Ik zeg je eerlijk. Want hij is natuurlijk een voormalige titel. Nu, uh, weet uh, je, ja, twee keer titel ja, Juist. Dus ik zou... want uh, Pjotr Jan tegen Mirab, die. De uh, het? shiny Ja, precies. Ja, 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 ja. Nou, die gaan tegen elkaar. Dus dan zou ik zeggen, misschien de winnaar van die. Uh, misschien is het net iets te stap te vroeg. Maar weet je, puur omdat jij ook zei: het is wel een ex-kampioen. Dus ik zie nog wel dat ze dit kunnen maken. En ik zeg eerlijk tegen Mirab of Pjotr Jan, het zijn ook niet al te grote gasten. Uh, dus dat kan misschien nog wel. ...wat worden voor hem. Maar anders... Uh, ...ik vind het zo... ...ik ben een heel groot fan... ...van Corey Santek... ...en ik vind dat hij ook gewoon weer... Uh, ...een kans moet krijgen eigenlijk... ...op uh, de echte... ...weet je... De echte titel. Dus misschien als hij... ...weet je wel... ...een voormalig kampioen... Uh, ...van een andere divisie... Uh, knockout out slaat... ...dat hij dan weer ook een... Uh, ...titelkans krijgt. Maar ja, ik zou zoiets... ...misschien de winnaar van... ...Mirap en Jan... Ik denk dat wel een mooie. Gelijk, voor, gelijk, uh, gelijk zo in de diepe gooien, joh. Ben je serieus? Ja, ja, ja. Nou, ik bedoel, hij is. Ik denk echt dat hij heeft de power ervoor want hij heeft. Want hij heeft echt power in die handen. En als hij niet te weten hoeft te kutten. En ik denk uh, serieus dat. is uh, oh, het echt snelle gasten in ...Bantamweight, begrijp je niet verkeerd. Maar Flyweight zijn het echt gasten, dat zijn de twee katten die aan het vechten zijn. Dan moet je echt zulke precieze. Weet je wel, uh, ja, hoe zeg je dat? Reflexen hebben. Ik denk echt een weight waar bijvoorbeeld wat je laatst zag in uh, Piorian tegen Sean O'Malley, dat het... Weet je, het, het was niet echt uh, van... Uh, dat ze echt snel met elkaar gingen... Uh, ze stond echt stand-and-bang, zeg maar, weet je wel? En ik denk dat Figgy dat wel kan. Ik denk dat hij dat ook wel even een beetje bewezen met Moreno, dat hij geraakt kan worden en dat hij nog blijven... kan blijven doorvechten. Het is wel een stuk beter uh, is geworden, ja. 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 Dus ik, ik, ik denk dat of inderdaad uh, even wachten, kijken wat er, wat er gebeurt. Maar of maar wat is, Song, dat? wat uh, is dat? Wat is dat? Wat, wat bedoel je met dat? Uh, met McGregor. <laughs> nee, even serieus. Uh, ja, nou Jadong ja, Song is ook een mooie. Ja, maar primair, één. Wie is voor jou echt, wie, tegen wie zou je hem als eerste partij willen zien? Piotr. Piotr, uh, ja, maar jij zei net dat hij al een partij had, hè? Ja, Piotr tegen Mirap, maar hij moet nu sowieso toch even een. Even tijd wachten. en de winnaar van die partij, partij ja, oké. Okay. Het ja, is maar ja, de ja, vraag wie ja. die wint, want Mirap ja, is een ja. tough opponent voor Piotr uh, Young, Maar we gaan het zien. Ik denk zelf. Persoonlijk zit ik te kijken naar Rob Fant. of Pedro Munoz. Ja, ja dat kan. Weet je, Alleen beide, beide ja, 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 strijking ja, ja. georiënteerd, goede BJJ en ook mensen die komen om te vechten. Yadong, Yadong, ja, Yadong, Song, Yadong, die is wel ook een uh, goede weg omhoog aan het maken. Maar dat ze ook wel een mooie zijn. Maar ik ben echt benieuwd hoe ze hem gaan matchen, man. En of die... Uh, ja, wellicht ook wordt gepusht voor die titel. Maar we gaan het zien. En wat hij ook gaat doen. Hè, hoe zijn lichaam zich aanpast. Maar Jadong uh, komt. Um, die song komt ook nu van de last, Zeg maar tegen uh, Sandheken. Dus die, dus die drie zie ik, man. Thomas. Rob van ja. uh, Op één, uh, uh, dan twee Pedro Moeyes. En op drie, Jadong. Uh, maar even kijken wat het gaat worden, man. Maar uh, kijken hoe die ook omhoog gaat. Die heeft geen heftige weightcut meer. dan het werd tijd. En uh, Moreno saved the division die we dus zien tegen Alexander Pantoja en dan uh, hebben we die partij gehad man bro de eerste twee ja van de ja, twee man. main events Gilbert Burns nieuw Magni gekke submission hè bro ik was echt blij voor Burns ik was echt blij ja, voor hij hem is de baas niet echt... hij is de baas want Magni kijk Magni is niet is niet hij weet Magni weet wat hij doet en ik vind Magni serieus echt geskild op uh, de vloer of op de mat ja dan uh, sorry op de mat maar het liet echt gewoon. Hij was 12, uh, volgens mij is Burns. Wat is hij? Is hij vijfde ranked? Ja, Gil Burns vijfde ranked. Dat liet echt uh, gewoon zijn level van BJJ zien. Weet je wel hoe. Uh, eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen simpel, maar hoe uh, goed die, die, ja, die kans kwam voor gewoon om die choke uh, erin te leggen. Weet je Omdat je dacht, van, oh, het was helemaal zonder struggle. En weet je wel, zag hem eigenlijk ook niet goed aankomen. Dus dat. Uh, ja, dat ik was echt blij voor hem. Maar ook bij uh, Ja, daar ging het publiek gelukkig wel. Uh, Enthousiast om worden, Dus dat brak, was jullie. wel ja. leuk, maar. <laughs> ja. Uh, ja, maar een goede winst, man. Die zag dat weet je, we moeten tegen. Die ove weerstand die gaf tegen onze grote vriend Hamzat. Man. Let's a tough opponent. En Gilbert. Call out Kobe Covington ook. Het zou ook een geweldige partij zijn. Maar in ieder geval een mooie winst voor hem. Jessica Andrade tegen Lauren Murphy. En dat was dus echt een beat En dat is dus even omdat die ook af te zetten tegen die partij van Texera, waar je dus naar zo'n non-verbale communicatie en. Na zijn overtuigingskracht en ook zijn uitspraken na die vierde ronde, dat je ziet dat hij er is. En Laura, Murphy had die gestopt moeten worden, man. Echt, Andrade, wat ze daar aan het doen was met haar. Ondanks dat Murphy tough is, tough, too tough for her own good. Maar ze was daar ook, uh, ja, haar non-verbale communicatie, dat zag je ook, weet je. Die was daar niet, man. Die had daaruit getrokken moeten worden. Dus dat was sneeuw om te zien. Johnny Walker tegen Paul Gregg op licht heavyweight. Zo, so, bro, die Johnny Walker, jongen. <laughs> Ja, hij is eigenlijk weer gewonnen dat een is, keertje, dus ja, dat is ook wel fijn. Hè. Dat is ook een mannetje, hoor. Ey, als je maar ook naar hem kijkt, hij heeft alle attributen. Het is echt gewoon, niet eens skills, gewoon feit IQ bij hem, man. Weet je, nu wel twee winsten, Eén koe hier voor met hem weer naked. Zag uh, die... je dat, hij werd gecatcht, wat hij catcht. <laughs> zijn trap werd zeg maar gecatcht, hij zat gewoon hammerfits, ja. ik weet niet hoe die die stoten zo goed Elleboog, hammerfits, <laughs> en keihard zo, ja. <laughs> maar ik zeg je eerlijk, ik... ik eh, uh, Paul Craig is heel goed in Jiu-Jitsu. Uh, nou, je zag het bij, bij ook de nu kampioen Jamal Hill en uh, nou, eigenlijk ook een soort van kampioen Ankalayev, dat die, die twee gewoon gefinished heeft. Alleen zijn striking is echt apenbouwd. Het is echt, echt gewoon, het is gewoon, het is entertainment om naar te kijken hoe slecht zijn striking is van Paul Craig. Hij ving die kick, dat was het beste wat hij heeft gedaan in zijn striking carrière. En uh, dat werd meteen afgestraft door Johnny Walker. Dus uh, ja, ik vind het een goede winst voor. Want het is, Paul Craig heeft een soort van nu wel een naam voor zichzelf gemaakt. In de Light Heavyweight Divisie. Ook omdat hij natuurlijk die finish is en zo. Maar ik ben niet altijd wel hyped. Omdat ik denk: van ja, het is Paul Crack. Weet je wel. Het is niet dat hij. Uh, ja, laten we zeggen, John Jones een elkaar heeft geslagen of zo. Het, is, uh, het valt de reuze mee, weet je wel. Het is. Uh, ja, het is niet echt gewoon een uh, high IQ fighter staand, vind ik. Maar uh, nee, ik ben wel blij voor hem. Ik ben I wel blij voor hem. Ik, hij is, ik heb dit zo grond, uh, natuurlijk gewoon uitstekend, weet je. Maar staand, hij is ook gewoon oké. Okay. Hij heeft niet al te veel, je, het is geen breed arsenaal. Maar ik heb meer bij hem zijn punch resistance. Snap je een beetje wat ik bedoel? Zeg maar zijn weer, zeg Dat, maar, zijn, zijn ja. incasseringsvermogen, weet je. Het is heel erg wanneer hij geraakt wordt, dan alsof hij in Parijs raakt. En dan wil hij het gevecht echt naar de grond hebben. Waardoor hij ook echt voor hopeloze takedowns gaat. En uh, waardoor hij gaat shooten. Uh, maar daarentegen, wat jij zegt. Hij wint wel gewoon van de. Eigenlijk de kampioen. Niet, voor, niet, uh, niet formeel, maar uh, die won gewoon van Blakhovic. Dat is Ankelaev. En uh, mm -hmm. die submitte die. En hij submitte Jamal Hill, de huidige kampioen. Dus weet je, dat zegt ja. ook genoeg. Maar <laughs> dus, uh, well, yeah, ja, he got finished bad. Dat was de heel main card, man. Dan hadden we de prelims. Ivor Portoria tegen Maurus. Maar Rua, die was ook lelijk, man. Ik snap niet waarom ze die Maurusio Rua. Dit is niet ook Rita Waarom ze hem gewoon tegen zo'n jonge gast zetten bij zijn afscheidspartij. Dit is een man gewoon die vocht in 2000, 2001 en 2002 al in Prijd en zo, hebben bro. Maar dat zeg ik toch? <laughs> ja, dat is crazy, man. Hoe die nog zo mee kan, man. Dingen vond trouwens zijn belt van hem, hè. Uh, John Jones. Zijn lichaam. We de, de, ik die, weet deze shit. Oké, okay, sorry, ik ga weer verder. Maar dat <laughs> <laughs> middelgewicht-titelgevecht: Bruno Ferreira tegen Gregory Robocap Rodriguez. Wow, bro. De, die, die Bruno Ferreira maakt dus ook zijn debut. De Wint van Rodriguez. that's a tough debut. En een mooie finish had die man. Bobbing and weaving. catch die met een left. Straight vanuit Zoutpaal, man. Heerlijk, man. maar Heb je die partij trouwens gezien die ik nu opnoem? Nee nee, 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 nee. Nee, check, nee, check, nee. check, check, check. We nee, nou, nee. hadden we lightweight, Thiago Moussaias tegen Costa, zijn moeilijke voornaam. Maar uh, ja, die toonde weerstand, die jongen hoor. Die Costa, maar tweede ronde moest hij het begeven, man. Een ground game van uh, Moussaias is natuurlijk subliem. Dat was op lichtgewicht wel te gewicht. Gabriel Bouffin, een van de broers die op de kaart stond. Dit was volgens mij de jongere broertje, ja, tegen Munir Lazes. Gabriel Mofin die ook zijn debuut maakte. Tegen, staat hij tegen Munir Lazes. Ze zetten die Brazilianen ook tegen tough guys, hè, bro. Die Mounilazes uh, wel te weten is geen grap, man. Ik weet niet of je hem kent. Hij stond onder andere tegen uh, Alassane, die onlangs met een mooie K TKO won. won. Dus uh, respect, man. Dat was dan de, 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 de prelims, waren dat. Yelten Almeida is zwaar gewicht nu tegen die Shamil. Abdul Karimov, mooie TKO, man. Die had hem gewoon... Uh, ja, weet je, Growd in Pout, man. Die uh, groundgame van die Almaida is heftig. Heavyweight kijk wat hij gaat doen. Dat kan wel eens een interessanter worden. Bent toch weer Cody Stamen, mooie tegen La Serena. Unanimous decision. Liggewicht, dat is die andere Bonfim. Ismael Bonfim, die vond van Terence McKinsey. Fitch dat was een mooie. Zo ja, ja, ja. Wat hij daar deed. En die maakte ook zijn debuut en dan zetten ze tegen Terence McKinsey. Dus ik wil even één onderwerp met jou bespreken, hè. En ook gewoon voor de mensen die luisteren. Wat je dus ziet in de UFC zijn. Je hebt een Ismail Boffin die nu tegen Tennis McKinsey staat. Je hebt een, een Gabriel Mofins broer tegen Mooney Lazes. Je hebt een Bruno Ferreira tegen Gregory Robocop Rodriguez. Dit zijn echte goeie guys. En die finishen gewoon allemaal. Die debutanten. En dan heb je zo'n jongen als Paddy Pimblet, Een voormalig cagewards kampioen volgens mij. Of niet? Ja, ja, ja. ja toch? En als je kijkt naar zijn opponents, die vechten met alle respect weet je, tegen nobody, zeg maar. In ieder geval niet in de top ja. van de divisie. En dan heb je deze debutanten, die Brazilianen, maar ook bijvoorbeeld een Terrence McKinsey, die in hetzelfde gewichtklasse zit als, als, uh, als uh, Paddy Pimlin. En die een nieuwkomer is, staat nu tegen Ismael Bofim, wat een echte goede vechter is. Die heeft tegen Farizian al gestaan. Matt Frivola. Die stond ook tegen Drew Dober. Die onlangs dus onze grote vriend Green Nest finished weer met zijn comeback. En dat zie je dat. Sommige jongens worden gewoon. Ja, gekneed, weet je? omdat ze gewoon heel veel following hebben. En dan, worden, ja. weet je, dan, wordt, dan willen ze gewoon vermijden dat ze verliezen. Maar van mij respect gaat uit naar deze gasten man. <laughs> Shout out naar deze gasten man, en niet naar die andere clowns, man, die clown <laughs> en zo. man. Dus nee, uh, dat wil ik wel even die benoemen. Pussies, die poesies, hè? Nee, ja, weet je, ik bedoel gewoon de puristen, man. Mensen die gewoon keihard in de gym ervoor werken. omdat ze geen falenongen hebben, krijgen ze dan niet de opportunity. Terwijl, dat is ook een rol van de media, hè, terwijl deze gasten gewoon de aandacht verdienen, weet je. En ik snap niet waarom. Dit, ik, ik snap gewoon niet waarom hij zoveel attention krijgt. Want, uh, ik, ja, laat me niet te veel over dat uh, uitweiden. Maar uh, los van dat. Ja, hij is een poesie, bro. Hij is een poesie. Ik zou hem helemaal nog koud slaan voor. Hij is sowieso een poesie, nee, dat, dat, niet, dat heb ik al vaker over gezegd. Maar ik bedoel van dat hij dan. Uh, Uiteindelijk, laat me het zo zeggen, dat er zoveel moet gebeuren... dat hij met Dana White aan tafel zit en Ariel Juan helemaal ja, kapot ja. moet maken... dat mensen gaan beseffen, hé, hey, dit is wel... Hey, inderdaad, uh, even kijken, Want dit, dit hadden we, zeg maar, weet je... dat er dat voor nodig is om zo iemand door te hebben. Dat vind ik kwalijk, weet je. Ja. Fucking clown. Maar uh, wel to wait. Uh, ja, Nicolas inderdaad. Dalby was mooi tegen Wally Alves. <coughs> mooie split decision, mooie partij. Featherweight. En dat was, uh, hoe heet het? Josiana Nunes tegen Zari Far Dos Santos. Ja, dat was ook een eenzijdige partij. Núñez won daar mooi. Uh, en dan hadden we de opener. Marcos tegen Oliveira was ook een mooie partij, man. Uh, die Marcos, uh, die betant ook ongeslagen. Ook nu 14-0 15-0, maar uh, een mooie kaart, man. In Brazilië. Mooie kaart. Fight of the Night. Jamal heel tegen Oliveira. 50k. En Performance of the Night. Jelten Almeida en Ismael Bofim. En dat was uh, degene die dus won van Terrence McKinsey met die flying switch niemand. Geweldig. Geweldig genoten. En uh, weet jij nog trouwens wanneer de laatste event was in Brazilië, Thomas? Dat was het 1998. <laughs> ja, 1998. Ja, klopt. klopt, klopt. Nou, dat heb ik maar al een tijdje geleden opgezocht. En dat is vers in mijn brein gebleven. Ja, dus dat, ja, dat wist ik. Dus ja. heb, ik dit, heb ik deze test... Nee, de laatste ding was in... Uh, in Mei 2020, dat was toen de laatste partij voordat de uh, UFC zeg maar uh, de deuren moest sluiten door de pandemie. Man, dat was Oliveira toen tegen, tegen Kevin Lee. Herinner je dat nog? Dat was in Brazilië. Dat was toen in Brazilië, ja, vriend. Dat was toen in uh, Brazilië ja, zelfs. En toen vloog de hoofdstad, Lee. de hoofdstad. Hè? Ja, jij, ja, dat is de hoofdstad. Dacht. Ja, tuurlijk wist ik dat, joh. Maar ik weet niet of nee, ze Nee, 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 wel. want jij dacht dat Rio de Janeiro was. Nee, nee, nee volgens Brazilië. mij dachten ze, laat... zoek het maar op. Denken ze eraan om hem te verplaatsen naar Rio. Klopt dat? Dat weet ik niet, maar nee. ik nee. weet dat officieel Brasilia de hoofdstad is van Brazilië. Ja, en dat klopt. weet jij nu ook, dus daar ben ja, ik blij mee. heb ik mee, heb ik, heb ik geleerd. Dank je wel. <laughs> <Dank je wel. laughs> maar in ieder geval, dat was dus toch dat daar uh, de deuren werden gesloten, weet je. Uh, ja, ja. En daarna was het vijf of veel, uh, anderhalve maand of zo stil, toen kwam uh, Ferguson tegen Gagey waar, waar Ferguson dus uh, de winstreeks werd gestopt als een sneu. Maar uh, uh, Kevin Lee, heb je dat trouwens gehoord? Hij, hij is uh, uh. die, hij is, dan gaan we toch de overstap maken, weet je. Uh, ik zat hier nog allemaal uh, om, om je edit te laten zien, maar ja, ik heb dat gewoon niet gedaan, omdat ik te veel aan het lullen was, maar ja. Uh, nog even langs al die plaatjes. Wacht even hoor. Bram we hebben we gehad. Deze hebben we gehad. Dan ga ik gewoon weer naar deze. Kevin uh, die had uh, dezelfde management als, uh, als Engano. Oeh, dat is niet echt al te best. Sterker nog, ze zeggen, hij zegt dat hij is ontslagen uit die FC omdat, uh, omdat ze, een, uh, dus als signaal richting het management, dat hij is, ge dat hij is geofferd omdat ze er niet uitkwamen met Enganu. Dat is het verhaal. CCA, Creative Agent Agency of zo heette ze. Martin Markwell, dat was de manager van Engano, Daar valt hij nog steeds onder. Maar weet je wat bijzonder is? Hun zitten trouwens ook in heel die uh, Disney-industrie. Om uh, ja, weet je, talent te spotten en zo. En helemaal uh, in de markt te zetten. Maar UFC, de, moeder, de, dochter, de moedermaatschappij van UFC, zit daar ook in. Het zijn dus twee concurrenten van elkaar. Maar het gekke is dat uh, Kevin Lee dus is overgestapt en hij gaf dus die, uh, ja, die, die manager een soort van kritiek. Dat je wel op een bepaalde moet onderhandelen, omdat anders dan je kansen worden ontnomen. Maar ik had zoiets van, nee, ik vond dat wel een beetje raar, man. Dat ik had zoiets van, ja, manager moet je belangen gewoon Barten. weet je. En als je ziet hoe goed hij het heeft gedaan voor Nganou, uh, vond ik dat wel een beetje een, uh, ja, weet je, backstab, zeg maar, weet je. Dat ik zoiets had van, ja. Ah. Hij heeft getekend trouwens bij Ali Abdelaziz. Maar ik heb zoiets van... Uh, ja, die Martin Marco is gewoon een hele kritische guy die heel die goed die contract heeft ontleed. Waardoor hij ook een uh, Gano vrij heeft kunnen krijgen. En wellicht dat uh, dingen gewoon. Nee, wat mij opviel is dat hij zei van dat ze beter werk voor hem hadden kunnen doen, Thomas. Maar dat ik denk mm. van: jongen heeft toch volop veel opportunities gehad. Kevin. Ja, maar hij kwam gewoon niet opdagen. Precies. Dat dacht uh, ik ook. Weet uh, je in ja. welke, welke partijen ze die jongen altijd hebben gezet, zeg maar. Weet je, toen ook voor de interim die toch gevecht had hij ook toch? Ja, 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 ja. Tegen, ja. tegen uh, Ferguson was yeah. dat. Ja, tegen Ferguson. Lol. Oh, ja. Ja, la, 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 la. Dus ik heb zoiets van: daarna werd hij uiteindelijk tegen Oliveira gezet. Als hij in Brazilië had gewonnen, had hij ook weer in lijn geweest voor de titel. Dus ik vond dat een beetje backstabbing, man. Ik vond dat een beetje apart. Hij is overgestapt naar Ali Abdelaziz. Waar Nganu trouwens wel loyaal is gebleven van Martin Markwell. En CCA heeft trouwens uh, uh, heel die afdeling voor MMA hebben ze uh, opgegeven... Dus ze zijn, gegeven, uit okay. uit, ja, ze zijn uit de MMA-business gestapt. Ik weet niet of ze, wat daar is gebeurd met de UFC, maar ze waren er helemaal klaar mee. En Ngannou heeft uiteindelijk wel die Martin Marko aangehouden als zijn adviseur-manager. Maar Ngannou heeft nu eigenlijk niet echt een bedrijf die achter hem staat. Want die Martin Marko heeft namelijk CC ook verlaten, zeg maar. Dat was die man die toen ook door Dana White ook werd gebasht. En die daar ook terug uh, met goede met goede reacties gewoon telkens terugkwam, heel prof professioneel. Maar daar hebben heel veel uh, MMA-vechters wel uh, veel aan te danken. Want die, die Sunset Class, waar Gano nu uiteindelijk, de, uh, wat, wat UFC trouwens zegt, ze hebben hem gereleased. Ze hebben hem helemaal niet gereleased. Hij heeft gewoon zijn contract uitgezeten. Maar hij heeft dat, dus, dat gaatje gevonden in het contract, waardoor, die, waardoor ze hem dus niet oneindig konden verlengen. Weet je? Dus goed werk, man. Goed werk. Mm -hmm. Maar wel jammer dat hij weg is. En ook, uh, ik ben ook benieuwd ja. wat hij gaat doen. Maar uh, ik heb wel, als ik in Ghanu was, weet ik wel wat ik zou doen. Wat zou jij doen? Ik ook, ik ook, ik ook. Zeg. Uh, ik zou um, tegen Dirk de boxen. boksen, want dat is een easy win. Dan heb je ook meteen een boxing win tegen een Grote Naam in de heavyweight-divisie. En dan zou ik misschien naar de PFL kijken of zo. Kijken wat daar te regelen is. Want daar is Jake Paul nu ook heel erg geïnvesteerd in. Die gaat daar ook vechten in de PFL in de MMA. Hij is nu aan het trainen daarvoor trouwens. Maar uh, ik zou dat dan doen. En dan zou ik kijken, ja, wat komt er eerst? Een goede PFL-match. of... Tegen Tyson Fury of zo, weet je wel, een grote, weet je wel, mega-fight te zaakjes. Dus ik weet niet of het echt een mega-fight gaat worden. Maar, weet je wel, misschien, ik denk dat dat uh, wel goed is. Of, of, tegen McGregor. Ja, ja, dat. dat <laughs> Jon, dat zou je wel willen, hè? Ja, dat, uh, dat zou wel een mooie competitieve partij zijn, Heel ja. Jongen. Ik zou het zeker willen zien, weet je hoe als die met de eenstoot zo naar een andere planeet wordt geslagen, door, zo zo'n heerlijk. <laughs> Wat wil ik zeggen? Ja, ik zat te denken, weet je. PFL, weet je, hij is leuk, weet je. die kan daar een miljoen winnen, maar dat gaat hij niet voor doen. Ik denk zelf dat hij gewoon naar Bellator moet gaan, man. Dat Scott Ja, Cole, daar zou hij Cole gewoon Scott voor Scott de komende jaren domineren. Nee, weet je wat het is? En nee, vanaf daaruit ik ben ik ben nog niet klaar. Ja, hij zou daar sowieso domineren, die zwaargewichtdivisie. divisie. En hij is de ex-champ van UFC. Dus hij kan claimen dat hij de baddest man of the planet is, als hij daar gewoon een paar winstreeksen neerzet. Dan moet hij gaan boksen. En weet je tegen wie? Nee. Ik nee, vind ik het persoonlijk Dante Welderman. Wie heeft de zwaarste punch op de wereld? Hè? Ja, wie heeft man. de hardste punch? Juist. Ja, en daarna, nee, dat, dat als, kan hij, die, ja, als ja. hij die wint... Dan daagt hij de Undisputed Champ uit. Of dat nou Usyk is. Of, uh, of Thijs Fury. Dan zegt hij, ik ben de baddest man. MMA, boksen, wrestling, grappling... De Jitsu, noem het maar op. Ik wil nu tegen de Anders boxing champ. om echt te bewijzen. dat ik de echte. de echte baddest man of the planet ben. Ik denk dat hij die route moet bewandelen. Maar, en weet je waarom ook trouwens? Bellator. Bellator zendt uit op Showtime. Mm -hmm. Dante welder die zeg maar bij BBC zit in het boxen. die, die hebben ook een, uh, een deal zeg maar. met de TV-zender Showtime. Dus dat zou ook gewoon qua businesswijs makkelijk gemaakt kunnen worden zeg maar. En dan kan hij er van daaruit verder werken, weet je. Dan heeft hij vanuit Bellator gewoon zijn MMA geld. En wat je ook bij Bellator ziet, is: dat zag je namelijk bij onze grote vriend, hoe heet die Karateka? Page, uh, Steve Thompson. Nee, oh, Page, uh, nee. Uh... Uh, van Zand. Van een page, Van een page. Venom page. Die, uh, oh ja, Karateka van koosie. Bellator. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> die heeft toch een uh, Bernokkel gevecht gedaan? Uh, ja, en verloren. Ja, 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 klopt. Maar je klopt, die heeft hij ook verloren, ja. Maar hun, Bellator laat dus toe dat je naast MMA andere, partij, andere gevechten, andere sporten doet. Dus ik denk mm. dat Bellator ook zou toelaten. Als, dat ze dat Engano in het contract kan krijgen. dat hij dus naast MMA ook mogelijk. als hij mogelijkheden krijgt om te boksen. dat dat ook wordt toegelaten. En dan heb je ook gewoon de tv-stations. Uh, die al uh, samenwerken oh. met Bellator en. PBC uh, zeg maar. om boksen uit te zenden. waar wel uh, onder valt. Ja dan ben je er man. Dus dat zou. dat zou mij weg zijn, maar ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd en of hij ook datgene krijgt wat hij verdient. En ik vond het wel een mooi interview trouwens. Uh, wat hij allemaal vroeg ook van die UFC-man. Dus uh, insurance, zeg maar. De zorgverzekering voor alle vechters. Wel wat, misschien af en toe wat utopisch, zeg maar. Wat de wishful thinking, maar toch dat hij dat als vraagt, weet je. En ook gewoon uh, ja. vertegenwoordiging bij contractonderhandelingen. Als iemand dat geen vertegenwoordiger kan betalen. Wat voor iedereen geldt. Waar ze natuurlijk niet mee uh, hebben ingestemd. Maar het ging helemaal om zijn vrijheid, weet je. En wat ik daaraan aan toe wil voegen is dat zei Aria Hij heeft natuurlijk een achtergrond... dat hij heeft moeten vluchten en een weg heeft moeten wandelen via de Sahara, West-Afrika, via Marokko... naar Europa toe. En bij hem zie je gewoon heel erg dat dat een stempel op hem heeft gedrukt, weet je, dat heel lang in zijn leven voor hem dingen zijn bepaald, zeg maar, Thomas. En op het moment dat mm. dingen dat altijd voor je worden bepaald en je wordt op een bepaalde manier onderdrukt, ja, dan doet dat iets met je. En je ziet bij hem dat, dat, dat hij niet dat gevoel wil hebben dat iemand controle over hem heeft. En ik. En ik weet niet ja. of UFC dat, dat begrijpt, zeg maar, weet je. En uh, uh, Of hij dat goed heeft kunnen overbrengen. Want het werd voor hem opeens, ja, uiteindelijk een principe kwestie ook echt. En als ze ja. dan, uh, ja, hij zei ook, als ze dan met heel weinig over de buren komen, ja, dan ga ik niet water bij de, bij de wijn doen, weet je. En waardoor ik na zo lang, zeg maar, wachten, dan nog steeds een slechte deal heb. Dus ja, had ook min of meer uiteindelijk dan geen keuze om ook. Uh, ja, ja te gaan zeggen, zeg maar. Dan zou hij zichzelf ook ongeloofwaardig maken, denk ik. Dus uh, we gaan zien wat het voor hem in het verschiet ligt. Maar genoeg opportunities, in ieder geval. man. hij kwam in ieder geval wel heel uh, gemotiveerd. En uh, moet je het hij zeggen. zag er inderdaad niet uh, definieerd uit nee, of precies, zo. Precies. Hij zag eruit alsof hij er zin in had om iets anders te proberen. Ja, en ergens, Opgelucht. Gaan, uh, opgelucht ja. dat het klaar is. Een ja. beetje tijd voor de nieuwe tijd. En uh, hij hield die deur altijd wel open. Alhoewel hij wel zei dat het moeilijk gaat worden. Maar dat vond ik mooi om te zien, man. Dat vond ik mooi om te zien. Dus. Uh, ja. En dan gaan we het afsluiten met Dana White, natuurlijk nog even. Die kunnen we niet vergeten. Die is ook aan het vechten, ja, uh, Trouwens, wat was dat nou in godsnaam, man? <laughs> nee, maar ook in de zin van. Uh, wat, ik zo, uh, wat ik hiermee wil zeggen is van dat je een man hebt als Dana White. Miljardair, je, wil je noem het maar op. Maar die altijd mensen basht, weet je. En het laatste nou. voorbeeld was wat dan met Paddy Pimlet. Uh, dat zie je ook dat het tegen Penny Pimblet keert, weinig, eigenlijk toen weinig weerstand ten opzichte van Wena White als je het vergelijkt, relatief ten opzichte van Pimblet. Maar nu komt dit naar buiten en dan heeft hij ook nog eens een, een Power Slap League die hij wilde starten, ergens beginnen. Dat was een hele slechte timing. Ja, hoe dat allemaal weer zo samenkomt, zeg maar, denk ik ook van ja, dat is een boemerang dat is de energie die je geeft aan de wereld, weet je. En uh, ja, dan is dat uh, op nieuwjaarsdag natuurlijk of oudjaarsdag, die situatie met zijn vrouw, dat hij zijn vrouw een paar klappen geeft. Maar ja, daar sluit ik mee Maar wat maak je daarvan? En vond je dat dat ja, consequenties moet hebben voor hem, zeg maar, weet je? Ja, nee, kijk, hoe ik het zie... Um, ik zeg het eerlijk, in de tijd waar we nu in zitten, uh, in een volledige video zag je, nou, ze hadden gewoon ruzie... En ik weet niet waarover. Uh, en de vrouw, zijn vrouw sloeg hem eerst. Uh, was het een goed idee om hem terug te slaan? Nee. Had hij ook zeker niet moeten doen. Zijn vrouw had hem ook gewoon niet moeten slaan. Maar uh, ik vind dat het net zoveel commotie moet zijn dat een, zijn vrouw hem slaat. In plaats van dat hij haar slaat. En dat moet heel slecht zijn. Want in de tijd dat nu alles gelijk moet zijn. Uh, vind ik dat dat ook gewoon gelijk moet zijn. En als je gewoon iemand een klap wil geven, dat je ook gewoon eentje terug kan verwachten. En uh, dat staat gewoon los van uh, gender, vind ik. Maar nogmaals, hij had dat niet moeten doen. Zij had het niet moeten doen. Het was een hele rare situatie. Ook met, die, met de powerslap. Inderdaad, het was een beetje komisch. Maar uh, het, is, uh, het was een heel, gewoon een hele rare situatie. Maar ik, ja, ik, ik vind het zo slecht om te zeggen van. Weet je, die gasten uh, moeten. Uh, Aangeklaagd worden. En. Uh, denk ik denk, zolang het gewoon goed is met uh, zijn vrouw en hij. Uh, dan uh, is het prima, want er zijn al genoeg cold diggers in de business. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar. Uh, <laughs> uh, nou ja. Ja, ja. Dat is dat, uh, ja ik zou zeker. Check, nee, wat ik daarover wil zeggen is van. Uh, ik, wat jij zegt, weet je. Ja, ik persoonlijk, Thomas één niet slaat, mag geen vrouw. Weet je, laat me dat voorop stellen. Uh, en uh, dat, dat die vrouw die man ook niet moet slaan, tuurlijk, weet je. Maar als dat gebeurt, dan is het eigenlijk al te ver gekomen, zeg maar. Er gaat daar best wel wat aan vooraf. Dat gebeurt, zeg maar, niet zomaar, weet je. Je gaat niet bij de eerste willekeurige ruzie ga je niet gelijk je man slaan, zeg maar. Je snapt wat ik bedoel, toch? Dat is waar. Dat ik dat, dat, dat één, twee... Het, het, hoe, ja, hoe moeilijk het ook is... je hebt in die functie heb je gewoon een voorbeeldrol, weet je. En als we nu, zeg maar... Uh, met twee maten gaan meten waar andere mensen die dit gedaan zouden hebben... Op staande, op staande voet ontslagen zouden worden... of, weet ik veel, helemaal gebadged door de media... kan deze man gewoon blijven zitten waar die zit... en claimt hij zelf dat als hij weg zou gaan... dat het slechter zou zijn voor de UFC. Maar die gekkigheid achterwege gelaten... Uh, vind ik dat dus mo heel moeilijk om te absorberen, weet je... dat die man ja. daar gewoon nog zo kan zitten... en ook zelf doorgaat met die powerslappleak, weet je. Ja. Dus dat, dat één. Maar wat ik net al zei... Uh, het gaat dieper dan dat, zeg maar. En daar bedoel ik mee. Dan heb ik net al mijn oordeel gegeven. of we eigenlijk dat toch een consequentie voor ons zouden moeten hebben. Maar ik weet niet. Ik moest denken. dat is misschien heel uh, metaforisch. Maar ik denk dat dat wel de essentie van het verhaal is. Ik weet niet of je het verhaal kent van Belle en het Beest. Belle en het Beest? <laughs> ja. Dat is mijn favoriete film, bro. <laughs> ja. Maar ik moest daar dus aan denken. En in die zin van, nou, ik komt metaforisch, zou ben een beest, weet je, Ik moest even terugdenken, maar volgens mij was het gewoon een prins die niet een al te goed karakter had. Die door een tover ja. uiteindelijk werd omgetoverd naar een beest. En uiteindelijk een, uh, iemand moest vinden van wie hij die... moest houden. Maar dat ook wederzijds moet zijn, voordat hij terug kan keren naar zijn oude gedaante. Klopt dat Thomas? Ja toch? Precies, dat klopt. Ja, 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 ja. En, en dan gaat hij dus op zoek naar een prinses Bella, weet je wel. Die houdt van lezen en weet ik veel wat, heel educatief, et cetera. Met een mooie Akka, ja. Ja, uiteindelijk fixt hij een date, zeg maar. <laughs> weet je, hij die, die date toch? Fixt hij die, die date. <laughs> <the taki> <laughs> die is gelp, ja, maar hij Hij heeft die takkie niet. Hij heeft die takkie niet. Gaat helemaal de slechte kant op, Ja, oké. Okay. Ja, hij heeft die takkie niet. Dus het gaat ze weg. Maar hoe ze weggaat, wordt ze natuurlijk. Ja, je, toch? Ze spannen mij. Dus ja, die wordt allemaal afgevlogen. Dus hij denkt, ik moet actie ondernemen. En hij redt haar. Maar ja, dan raakt hij ook beschadigd toch. Je gaat damaged. Ja. En dat brengt haar Hij terug, geeft weet je leven voor haar eigenlijk. Juist, ja, ja. juist. Weet je, die moed, die kracht, weet je, die wilskracht. Uiteindelijk, het beest, dus wat ik wil zeggen, Thomas, is. Is niet zozeer fysiek, maar is het beest in de mens zelf. In jou, je weerstanden. Die dingen die het jou moeilijk maken om je doelen te behalen. Dat is wat je moet, dat is wat je moet verslaan. Dat is voor mij de essentie van, van het verhaal. En dan denk ik ook van: daar begint het als persoon. Dus die harmonie in jezelf. Weet je, als man, die moed, die wilskracht, zeg maar. Om ervoor te strijden, waardoor daarna ook die harmonie wordt gecreëerd met bellen. Ja, een vrouw staat natuurlijk voor, ja weet je wat je daar ook ziet, dat ze voor hem zorgt, weet je, die sweetness en zo, sensitiviteit en noem het maar op. En dat zijn twee energieën eh, die complementair zijn, die vullen elkaar aan denk ik, weet je. En wat ik wil zeggen is, voordat ik het te filosofisch maak, is dat iemand eerst harmonie met zichzelf moet hebben, om dat ook met de andere persoon te hebben en het verlengde daarvan. En dan gaan dit soort dingen niet gebeuren. En daar bedoel ik mee dat je dan altijd manieren gaat vinden om dit soort dingen te neutraliseren door gewoon te zeggen: hé, als we een keer wat hebben, dan lopen we een rondje, dan wij je uit, dan praten we even een dag niet voor het overheid. Want je weet, als je gek op elkaar bent, de liefde, maakt je ook wel eens gek. En dan kan je wel eens wrijving hebben, maar dan gaan dit soort dingen niet gebeuren. Dus wat ik daar zie is een hele ongezonde relatie. Uh, waar dat zo uitpakt. Dus weet je, ik weet niet hoe zijn relatie is, maar wat ik daarop maak is dat ze gewoon harmonie moeten vinden en uiteindelijk ja voor zichzelf of voor hun als, als relatie moeten kiezen en daarna moeten werken. Want Thomas, ik weet niet of ik dat zo goed heb uitgelegd, maar uh, dat is waar ik het mee ik, ik, afsluit. Nee, ik, het heel eerlijk, dat vind ik heel mooi, heel mooi gezegd. Dat meen ik echt. Ja, serieus? Want, ik, uh, ik, ben altijd, uh, ja, want ik, ik ben altijd wel fan van die... Uh, van dat soort Pixar, DreamWorks, Disney uh, animatiefilms, want het is altijd voor... Kinderen gemaakt. Maar nee, maar was er die ja, zo... zitten ja, hele ja, diepe. Daar zitten heel gewoon meekijken. En de, de, le ja, de levenslessen die in die films zitten, precies. die zijn die, die zijn eigenlijk dat gewoon heel puur en heel natuurlijk en heel mooi. Precies, dus ik hou van die films. En ik zeg heel eerlijk, ik heb je heel mooi heel mooi gezegd. En Thanks, dat, uh, dat klopt ook gewoon. Thanks, dus man. dat. Uh, het is... Dus is een mooi, mooi einde zo. Dat vind ik, ja, meen toch. ik echt. Dan gaan we dan daarmee ja, afsluiten. Ja, ja. En ik bedank jij opzettelijk. Oprecht, man. man, broertje. Graag en Luisteraars, kijkers ook bedankt. Ik weet niet wanneer we terug zijn, maar dit was hier van een leuke episode van een uur. En we are out.